Ik hoop dat nu het weer kan, de mensen de weg naar het theater wel weer een beetje terug gaan vinden. Maar ik maak me overal een klein beetje zorgen dat de mensen nog steeds bang zijn van is het wel veilig en zo. En dat snap ik ook wel, want we hebben toch twee jaar best wel in angst geleefd en jongens, daar moeten we mee ophouden. Dat is nu gewoon klaar. Angst voor je gezondheid is slecht voor je gezondheid. En nee, dat is geen tegeltjeswijze, dat is medisch aantoonbaar. En dus is ook het tegenovergestelde waar: dat plezier hebben, dingen doen waar je je hart aan kan ophalen, lachen, dat dat goed is voor je gezondheid. Dat is meetbaar. En nee, je kunt een virusinfectie niet weglachen, maar je kunt wel daarmee je hele gestel, geestelijk en lichamelijk, een boost geven. Oh, hij zei boost, ja, dat deed hij met opzet. Ja, en daarom is het ook zo erg dat al die dingen die ons juist daarbij zo goed hadden kunnen helpen, dat die het zwaarst getroffen zijn en nu hun uiterste best moeten doen om weer op hun poten te komen. Ik denk niet dat de oude wereld terugkomt en ik denk ook niet dat dat erg is. Maar laten we dan die nieuwe wereld in ieder geval beginnen met plezier maken en ons niet meer zo bang laten maken.